Als je kijkt naar het onderzoek wat we hebben gedaan met leerlingen, dan zie je eigenlijk in dat hele informatievaardigheden dat leerlingen vooral moeite hebben met goede zoekvragen formuleren. Dat besteedt ze eigenlijk heel weinig tijd aan en is vaak te open en te breed. Verder hebben ze moeite om, wat ze eigenlijk bijna niet doen, is het beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie. Wel nog in de zin van of iets bruikbaar is, van ja, dit kan ik wel gebruiken, of ja, is wel relevant, of dat gaat erover. Maar echt de betrouwbaarheid van, is dit goede informatie, dat wordt eigenlijk zelden gedaan. En wat we ook zien is dat ze eigenlijk bijna niet reguleren. En je ziet studenten of leerlingen die dat wel doen, dan zie je echt dat die processen beter gaan en dat ze ook effectiever en efficiënter werken. Dat is eigenlijk wel het meest belangrijke daarin.